De verkiezingen staan voor de deur en de peilingen geven nog maar weinig weg van de uitslag. Wie staat er volgens ons het best voor? Het is eindelijk zover. Morgen mogen we dan eindelijk naar de stembus. En dat belooft deze keer spannender te worden dan ooit. Vier partijen schommelen in de peilingen dicht om elkaar heen, waardoor de uitslag nog allesbehalve te voorspellen valt. Voor de politici betekent het in ieder geval een einde aan de campagnetijd. Dus vroegen wij ons af wie deze tijd volgens jullie het beste heeft besteed. Welke partij vinden jullie dat het de beste campagne heeft gevoerd? PvdA, die is bij ons aan de deur gisteren nog geweest. En verder hebben we nog geen partijen, ja, wel onderweg gezien, maar niet aan de deuren. Ja, ik heb met name gewoon stemwijzers gedaan. Dus niet zo heel erg verdiept in de campagnes. Nee. Ze heeft verder ook niet gekeken naar debatten? Die van Jeugdjournaal. Er zijn verschillende partijen die wel heel goed zijn in het voeren van campagne. En ik denk op dit moment die Wilders, dat die wel goed bezig is. Maar het is niet mijn partij. Ik vind dat die moet niet aan de macht komen. Dus liever niet. Ja, ik zag dat PVV ineens heel groot was in de peiling. Dan denk ik dat ze heel goed campagne hebben gevoerd sinds als je ziet wat ze andere jaren hebben gedaan. Dus dat wel. Ik weet het eigenlijk niet zo. Ik heb er eerlijk gezegd ook niet heel veel van gezien. Ik weet wel dat er bepaalde partijen zijn die echt wel dingen aan het uitdelen waren. Ik weet bijvoorbeeld de SP was spons aan het uitdelen. Maar ik moet zelf eigenlijk ook nog de stemwijzer invullen. Dus ze doen allemaal wel het best. Maar ene komt heel dichtbij in de buurt en de andere via reclame aan tv. Heeft de campagnetijd uw stem beïnvloed? Ja. Denk ik wel, ja. Ze willen dan aardiger doen naar elkaar, maar je ziet dat het eigenlijk niet zo heel erg gebeurt. En dan zet ik weer weg, want dat hou ik niet zo van. Nou, ik heb, doordat ik mensen meer in beeld zag, wel een ander beeld van mensen gekregen, ja. Heb je veel politici langs zien komen op TikTok? Ja, dat wel. Ik heb wel redelijk wat politici zien voorbij komen op TikTok, ja. En als we dan kijken naar de campagnetijd, heeft dat jouw stem beïnvloed? Ja, ik denk het wel, want op TikTok is natuurlijk wel een beetje bekend geworden van welke partij doet, zeker, ja. Nee, we wisten het van tevoren al. Nee, op zich eigenlijk alleen negatief, hoe ze allemaal doen, ja. In Ewijk zijn ze druk bezig met de archeologische opgravingen. Voor de komst van een nieuwbouwwijk wordt het terrein bij de Hoge Woerd volledig onderzocht door archeologen. Tijdens het onderzoek hebben ze al meerdere bijzondere voorwerpen gevonden. Leerlingen van scholen uit de buurt hebben ook even een kijkje genomen bij de opgravingen. Wij zijn hier grote putten aan het graven op een plek dat al eerder is onderzocht met proefsleuven. Daar bleek dat er archeologische vondsten en sporen in de bodem zouden zitten. En die zoeken wij nu op met grote opgravingsputten en die leggen wij bloot. En daarmee zorgen we dat die informatie niet verloren gaat. Wij vinden sporen uit de ijzertijd, uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen. En die sporen houden in. Dat zijn paalsporen, afdrukken van palen van gebouwen uit die periodes. En we vinden ook sporen van waterputten, kuilen en graven uit die periode. Dus mensen hebben hier gewoond en zijn hier begraven. Ze hadden twee hele dingen gevonden, een schaal en een glazen potje. En allemaal scherven en ook stenen. Ja, ik vond het heel mooi, want ze hadden ook aan ons een heel bord laten zien die echt uit vroeger kwam en die was ook een beetje rood. En ze zeiden dat het ook heel bijzonder was. Dat het uit de Romeinse tijd en uit de middeleeuwen en zo kwam en dat ze daarachter ergens hadden gevonden of zo. En ze hadden heel veel ook botten van mensen laten zien en van dieren. Om ervoor te zorgen dat de voorwerpen geen beschadigingen oplopen tijdens het onderzoek, gaan de archeologen voorzichtig te werk. Wij graven wel hier met kranen. Dat zijn de concessies die we doen vanwege het feit dat wij hele grote vlakken aan moeten leggen. Maar we moeten eerst een bouwvoor weggraven. Dat is een verploegde laag van 20, 30 centimeter. Dus dat kunnen we redelijk makkelijk met de kraan doen. Dan komen we ongeveer op het oude loopniveau van mensen uit vroegere periodes. Dat is het moment dat we heel voorzichtig gaan graven. En dan wordt het echt millimeterwerk. En als wij echt iets vinden, dan gaan we met de hand verder. Ja, best wel cool, want normaal is dat niet zoveel.
Nou, helemaal niet dat er nog in glazen of bordje nog heel is. Ja, ik vond het ook heel bijzonder om te zien, ja. Want het is ook gewoon heel oud. En dan was er ook iets voor Christus of zo. Dus dan was het ook wel heel oud en heel bijzonder om te zien. De leerlingen zijn zelf ook nog aan de slag gegaan. Nou, we hebben heel veel geleerd ook. Dat er ook heel veel gevonden is, zeg maar, bij dat ergens gebouwterrein. En we hebben sieraden gemaakt en we hebben proberen vuur te maken. Dan moest je met zo'n vuursteen, ik weet niet hoe de andere heet, maar dan had je, als je rechts bent in rechter, moest je zo langs zo'n ding, moest je zo keihard, dan kreeg je vonkjes. En dan had je ook uiteindelijk, als je het kon, maar het was mij niet gelukt helaas, kreeg je nog iets, zo'n soort kool van stof. En daar had je vonkje en dan kreeg je daar vuur van. Het waren een beetje van die middeleeuwse sieraden met goud plastic of zo. En daar hingen geloof ik allemaal foto's van de bouw. En er lagen allemaal kralen bij de mensen die daar begraven waren. De vondsten die worden gedaan zijn belangrijk voor de kennis van de omgeving. Het is een archeologisch vrij rijke omgeving. Dus elk schep hier in de grond kan potentieel goed raak zijn. En archeologie is onmiskenbaar gekoppeld aan educatie. En daardoor is het belangrijk om archeologische sporen en vondsten te bewaren voor nageslacht. Vanwege de hoge waterstand op de Waal heeft de gemeente Nijmegen sinds dinsdagochtend vroeg de Waalkade afgesloten. Bussen en ander verkeer worden omgeleid. De afsluiting zal naar verwachting zeker nog enkele dagen duren. Het waterpeil van de Waal is de afgelopen dagen fors gestegen. Dat is goed te zien op de Waalkade in Nijmegen, waar het water op sommige plekken al over de kade klotst. Verwacht wordt dat vanavond het hoogste stand bereikt wordt, rond de 13,15 meter boven NAP. Daarna zal het water weer langzaam gaan zakken. Door een breuk in een belangrijke persleiding van waterschap Rivierenland in Beuningen kan er tijdelijk geen gezuiverd water naar de Waalstromen van de afvalwateringszuivering in Nijmegen-Wuurt. Via het gemaal De Biesen in Nijmegen wordt nu samen met ongezuiverd afvalwater uit sloten in de Waal geloosd. De breuk ontstond afgelopen vrijdag tijdens werkzaamheden op de kruising Hoge Waldstraat en de Van Heemstraweg in Beuningen, meldt waterschap Rivierenland. Dit weekend werd direct begonnen met de reparatie van de leiding. Het waterschap geeft aan dat het wel een poos kan duren voordat de leiding is hersteld. Vanaf 28 november 2023 begint een expositie reeks over 80 jaar nieuwe architectuur in de Nijmeegse binnenstad. De reeks bestaat uit 5 deelexposities die in totaal 2 jaar te zien zijn in de HEMA-etalages in de Augustijnenstraat. De expositiereeks wordt door de Stichting Nijmegen Wederopbouwstad in samenwerking met de HEMA en het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis mogelijk gemaakt. In 2024 en 2025 worden de verwoestingen van de binnenstad, de bevrijding van Nijmegen en de wederopbouw herdacht. Deelexposities wisselen op de dag van bepaalde gebeurtenissen van 80 jaar geleden. Mensen die graag met Lego bezig zijn, worden door Museumpark Orientalis uitgedaagd om een kerststal van Lego te bouwen en het tentoon te stellen in het museum tijdens het Feest van Licht. Daar kunnen duizenden bezoekers jouw kunstwerk dan komen bewonderen. Het Feest van Licht vindt plaats van zaterdag 16 december tot en met zondag 7 januari. En op woensdag 13 december kun je tussen 1 en 7 jouw Lego kerststal bij het museum inleveren. Ze zorgen voor een plek in de vitrine, zodat je hem op woensdag 10 januari weer onaangetast kan ophalen. Het is tegenwoordig best bijzonder als je 10 jaar al loyaal bent aan je baas. Dat beseft ook uitzendbureau NAS Werkt. Een mooi moment om daar eens bij stil te staan op een moment dat zij 10 jaar lang partnership vieren met NEC. Daar valt een mooie combi mee te maken, dacht Richard Nas, eigenaar van Nas Werkt. Hij nodigde een aantal mensen uit voor een loyaliteitsdiner in het Goffertstadion die al 10 jaar of langer bij dezelfde baas werken. Voor één van hen had Nas Werkt en NEC ook zelfs een heel mooi cadeau. Wij zijn dit jaar 10 jaar lang partner van NEC. En in het kader van loyaliteit hebben we vanavond een loyaliteitsdiner georganiseerd. En hebben wij een aantal mensen uit de regio, in dit geval dus ook Jurgen, hebben we uitgenodigd om de loyaliteit te kunnen vieren. Dus in dit geval mensen zoals Jurgen die ook 10 jaar lang of langer bij dezelfde werkgever zitten en ook al een aantal jaren bij NEC verbonden zijn, die hebben een leuke avond weer te bezorgen. Het komt tegenwoordig niet vaak meer voor dat mensen 10 jaar of langer bij dezelfde werkgever blijven. Het is uniek. Het is bijzonder. Ja, je zou willen dat het overal gebeurt, maar dat is helaas niet. En juist omdat we het zo bijzonder vinden, dachten we zetten iedereen even het zonnetje.
Er zijn gelukkig heel veel aanmeldingen geweest. Daarvan konden we er maar een stuk of 6 uitnodigen. Maar het is inderdaad bijzonder. Jurgen Boskamp werkt zelfs al meer dan 20 jaar bij Hubers Interieurmakers. Maar het werk verveelt nog steeds niet. Ja, het werk is nooit hetzelfde. Je maakt altijd andere dingen, van keukens tot ziekenhuisinterieur, winkelinterieur. Echt al het interieur wat er maar is, maken we. En dat maakt het gewoon bijzonder en leuk. Een aantal mensen dat ook 10 jaar of langer bij dezelfde werkgever in dienst is, werden uitgenodigd voor een bijzondere avond. We hebben in samenwerking met NEC hebben wij in ieder geval een etentje georganiseerd. We hebben iedereen die we uit hebben kunnen nodigen, hebben we een shirtje gegeven. We hebben een quiz hebben georganiseerd en in dit geval Jurgen, die heeft 10 jaar lang een seizoenskaart kunnen winnen vanuit NAS Werkt. Jurgen zit dus zeker nog 10 jaar in de Goffert. Maar is dat dan ook 10 jaar Eredivisie? Ja, daar gaan we wel vanuit. Ja, zeker weten. Zeker weten. Komt helemaal goed. Ja, het was vandaag uiteindelijk een wat grijze dag. Met helaas veel minder zonneschijn dan verwacht. De zon prikte er maar niet doorheen. En her en der kwamen er ook nog wat mistbanken voor. Morgen kunnen we de zon gelukkig wel van tijd tot tijd te zien krijgen. Maar dan wordt het ook wat beduidend frisser. In de nacht naar morgen krijgen we een graadje vorst. En morgen overdag wordt het niet warmer dan een graad of 7. De dagen erna schommelen een beetje. Donderdag krijgen we nog even met een piek in de temperatuur te maken. Tot zo'n 13, misschien zelfs wel 14 graden. Vrijdag is dan weer terug op een maximum van 7 graden. En die frisheid blijft vervolgens een tijdje aanhouden. Donderdag krijgen we aan het eind van de dag wel met wat regen te maken. Ook vrijdag zullen de nodige buien gaan vallen. Volgende week aanhoudend fris, maar veel minder neerslag. En tot zover het RNZ regionieuws van dinsdag 21 november. Morgen is het dan zover. Dan mogen we allemaal weer naar het stemlokaal voor de Tweede Kamerverkiezingen. Uiteraard is RNZ ook op verschillende stemlocaties in de regio aanwezig. Een verslag daarvan zie je morgenavond in het RNZ regionieuws. Maar door de dag heen volg je ons natuurlijk al over alles rondom de verkiezingen. En dat doen we via de stories op Facebook en ook op Instagram. Zorg dus dat je ons volgt via RN7 online. En dan zijn we morgenavond weer bij je terug. Graag tot dan!